Jegor, momenteel te zien in het programma Over Mijn Lijk, heeft een bijzondere ontmoeting met zijn vriendin Daisy. Hun liefdesverhaal begon met Jegor's kankerdiagnose, die hen uiteindelijk bij elkaar bracht. Volgens hen is echte liefde onstuitbaar. Daisy deelde op Instagram hoe ze elkaar hebben ontmoet via de Powder Days Foundation, Jegor's eigen stichting. Deze organisatie organiseert gratis kajakweken in Frankrijk voor jonge mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het begon allemaal toen een vriendin van Daisy, die borstkanker had haar vroeg om als vrijwilliger mee te gaan. Hoewel Daisy er weinig ervaring mee had, stemde ze toe. Toen er een lastminuten tekort aan begeleiders was, belde de stichting haar op. Ondanks twijfels besloot ze mee te gaan, zelfs zonder haar vriendin. Op het vliegveld in Frankrijk kreeg Daisy te horen dat Jegor zijn ticket op de verkeerde dag had geboekt. Verwarring en verbazing overvielen haar. Het bleek het begin van een onvergetelijke week waarin ze 24/7 met Jegor doorbrachten. De vonk tussen Daisy en Jegor werd aangewakkerd tijdens hun gezamenlijke inzet voor de stichting. Hoewel ze de hele week onafscheidelijk waren, beseften ze pas aan het einde van de week dat er iets bijzonders tussen hen groeide. Een foto van de dag na aankomst toont hen onbewust dicht bij elkaar, als een magneet die elkaar aantrekt. Daisy beschrijft de situatie als mooi om terug te zien en benadrukt dat ware liefde niet te stoppen is. Het verhaal van Jegor en Daisy is een inspirerend voorbeeld van hoe onverwachte omstandigheden en gedeelde passies de weg kunnen banen naar een liefde die niet te weerstaan is.